Na een prachtige wedstrijd bij de nieuwelingen met een geweldige winnaar in de persoon van Jelle Bootsveld uit Heino is het dan nu de beurt aan de junioren. 125 kilometer voor de wielen, 125 zware kilometers. Dat is vanmorgen bij de nieuwelingen al gebleken. Met veel wind, het lijkt niet zo winderig, maar het is veel meer wind dan je eigenlijk zou denken. Hoe dat afloopt kunt u ook zien in deze video van de juniorenuitgave van de Zuiderzeeronde 2015. Hallo, auto's in de caravan. Tom de Groot op de Duiven, Jacob Schaap.
Oh,
Bruikelman. Twee ronden nog, 16 kilometer. En hier zit de winnaar tussen. Dat is daar. De man van de volharding uit Utrecht als club. Hier komt hij, Niels Eekhoff. Dat geweldige wedstrijd. Niels Eekhoff, nu over de streep. Geweldig gedaan, Niels. We zien hem straks terug voor de huldiging. En daar krijgen we de sprint tussen Luc Lohuis, die zo lang door het leven ging als Lars Holdemeijerink, maar toch net op tijd nog weer de transformatie heeft ondergaan. En nu derde gaat worden, want hier komt de tweede man, Ramon van Boekhoven. Ja, het verstand zit niet altijd in Oldenzaal met verkeerde nummers, maar fietsen kunnen ze wel. Luc Lohuis, opnieuw een derde plaats in een klassieker. Geweldig, Luc. Ja, nummer 4.
Keurig hier de binnenkomst van de man met het nummer 96, Jesse Buis. Dan zien we Brekken daarop, Daan van Sint Maartensdijk. We hebben 9 man binnen. Niels Eekhoff, Ramon van Bokhoven, Jens Buis of Jesse Buis. Van Sint Maartensdijk, ja. En opnieuw Koentje Vrijs uit Jutten. Ja, geweldig gedaan Koen. Keurig gereden. Het is hem, dames en heren. Geef hem maar een applaus, dames en heren. Want hij heeft moedig toch die laatste kilometers doorgestreden. Maar echt vet? Ja, dat mag u zelf invullen. Hier de binnenkomst van 89, Willem Bok van Pijnakker. De eerste bokkieman is Danny Voogd. Dan de 140 voor 159, Jens van der Doel voor Alex Migoulas. Hier is Oscar van Dijk. Het is goed gebruik in Amerika, in Luxemburg, in België, in Noorwegen en Finland dat de laatste renner met een enorm applaus wordt binnengehaald. Dus laten we Nederland ook toevoegen in die rij. Hier komt de laatste man in de wedstrijd. Geweld, verdiende applaus. En dan komen we bij de winnaar. Rijdend voor de volharding. Wat een geweldige koers neerleggend hier vandaag. Uw applaus en diepe waardering voor Niels Eekhoff. Knap wel, jongens. Heel knap. Kan er nog gelachen worden, heren, zo tussen twee oren in? Jawel, hè? Oké, daar gaat hij. Goed zo, dankjewel. Ja, weer derde plek in de klassieker. Ja, dat is ongelooflijk bijzonder, hè? Nou, het scheelde niet veel, maar goed, het moet een keer gebeuren. Die jongens waren gewoon te sterk. Al Niels, die hier de deur bovenop en maar houdt het op, hè? Ramon, fantastisch gedaan. Ja, het ging goed, alleen Niels was heel sterk. Dat heb je dan altijd, en dat soort dingen, dat overkomt je dan. Ja. Ik voel met je mee, maar goed, dit is toch wel een goede opbouw. En dan ga ik naar de man die hier als een rietje staat te trillen, dus dan gaan we snel een eind aan maken. Niels, gefeliciteerd. Ja, fantastisch. Ja, heel bedankt. Ja, dat is zwaar, zeker een mooie koers ook. Mooi. Als je zo'n koers wint, in deze omstandigheden, dan ben je coureur. Dank je wel. Zo, dat wil ik hem maar mee zeggen. Hebben we nog dingen te doen? Hebben we geen dingen meer te doen? Dan feliciteer ik ze nogmaals en gaan we snel opkleden. Jongens, succes de volgende wedstrijd. Hey,